vervangen van een defecte RAID. Dus stel dat ik hier twee schijven heb en ik heb die samen als RAID opgesteld, MD0, dan kan ik, als er een van die schijven defect zou gaan, dus eentje stuk, dan wil ik die gaan vervangen. Dus stel dat het een RAID 1 systeem is, waar het de ene schijf mirrort naar de andere. Wat ga ik doen met die defecte? Ik ga met MD-admin ga ik zeggen dat eerst dat die failed. Ik zet die op fail. En daarna kan ik een remove gaan doen. Kan ik die verwijderen uit het systeem. Als je dan /proc/MD-stat bekijkt, de RAID schijven, dan zie je dat die niet meer UU heeft, maar U underscore, dat er dus de status van die schijf, van de RAID schijf, niet helemaal oké is. Hoe kan je nu een nieuwe RAID gaan toevoegen? Je kan eerst en vooral de configuratie van de bestaande goede schijf gaan doorsluizen, de partities doorsluizen naar de nieuwe schijf, zodat die identiek dezelfde partities heeft. Dat gebeurt met SFdisk. En dan kan je dus een nieuwe schijf gaan toevoegen. Vanuit dat die dezelfde soort partities heeft, dan kun je met de MD-admin kun je de nieuwe schijf toevoegen met add aan de bestaande RAID. Je zal dan zien vanaf dat je dat doet, dat die eerste schijf begint door te kopiëren naar de nieuwe schijf. Want die stond in mirroring en dus dat er na een tijd de volledige recovery gedaan is op de nieuwe schijf. En dat kan je met het commando watch gaan bekijken. Als je dus blijft kijken naar /proc/MD-stat, zie je dan na een tijd de toestand terug in UU verandert en dat je die schijf dus die RAID schijf terug kan gaan gebruiken. Dat is dus het vervangen van een defecte RAID schijf.